er is heel veel interesse voor Mike van Duinen. En ik heb ook heel boeiend naar hem zitten kijken. Hey, die jongen die speelt alsof hij nog in de speeltuin speelt. Hè? Die speelt eigenlijk nog als een amateur. Die gaat, dat zie je echt, die gaat lekker voetballen. En die rent en die vliegt en die doet. Ik vind dat hij net wat klasse tekort komt om op een hoger niveau te slagen. Als ik zijn adviseur was, dan zou ik zeggen, joh, blijf nog eens een paar jaartjes bij Den Haag en kijk eerst eens of je een blijvertje bent. Want het heeft hem niet tegengezeten. Als het balletje goed valt, dan tikt hij hem er wel in. En hij heeft wel iets hier op snelheid. Maar ik vind in de kleine ruimte zijn baltechniek vind ik bijvoorbeeld nog heel beperkt. En als je in een team speelt die sterker is dan de tegenpartij, dan moet je automatisch veel in de kleine ruimte in zo'n strafschopgebied spelen. En ik denk dat hij dan echt tekort komt. Het is een ontzettende leuke jongen. Heeft een goede uitstraling, weet je wel. Echt zo'n jongen uit een keurig gezin. Niks mis mee, zo'n ideale schoonzoon. Maar hij komt nog tekort voor een club die groter is dan Den Haag. Maar is zo'n jongen te behouden als er zometeen 2,5, 3 miljoen geboden wordt? Nee, als ze een penningmeester hebben in Den Haag die kan rekenen, dan doet hij hem gauw weg. Dan doet hij een hele grote strik eromheen en dan brengt hij meneer Van Duinen weg. En wat er dan van meneer Van Duinen terechtkomt, ja, dat is voor Den Haag niet zo relevant. Want geld hebben ze allemaal nodig, hè? Snap je de vergelijking met Dirk Kuyt? Nou was ik ook al niet zo'n liefhebber van Dirk Kuyt. Ook niet van Van Duinen? Jawel, ik vind Van Duinen een hele, hele leuke jongen. Ik vind hem niet te vergelijken met Dirk Kuyt. Hij is veel sneller, veel lichtvoetiger. En Dirk Kuyt is een speler die niet zoveel kwaliteiten heeft, maar door zijn instelling toch altijd een 7 scoort. Hè? Als het niet loopt, dan gaat Dirk harder werken. Dan zie je hem meeverdedigen, slidings maken. En daardoor is Dirk Kuyt een speler waar iedere trainer mee wegloopt, want hij laat je nooit in de steek. En ik vind Van Duinen veel meer een specifieke spits. En dan vooral bij een kleine club die vaak op de counter speelt. Want dan komt zijn snelheid tot zijn recht. Maar snap je dan wel dat al die clubs momenteel achter Van Duinen aan zitten? Want als ik jou zo hoor, is het eigenlijk een jongen die een aantal jaar nog bij ADO zou moeten blijven. En dan kijken wat je zou kunnen doen. Nee, maar dat snap ik niet. Maar alle clubs die in de problemen zitten en die een paar centen in kast hebben, die zijn aan scouten en kijken Nederland maar eens rond. Zoveel keuze is er niet, want als je die jongens ziet voetballen, dan ziet het er allemaal wel lekker uit. Maar ik denk dat grote clubs die geïnteresseerd zijn in hem, wel vraagtekens zetten bij het feit dat hij in de kleine ruimte beperkte baltechniek heeft.